Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vandaag echt een bad hair day en dat mag, dat is prima. Jordi is naar school, Liam is boven aan het spelen, dat wou hij zelf graag. En we willen hem iets meer vrijheid daarin geven, dus ik ben dat nog boven geweest te controleren en dat is gewoon helemaal prima, gaat allemaal goed. Sammy is hier aan het spelen en ik doe het rustig aan vandaag. Ik heb deze week best druk. En ja, dat gaan jullie allemaal deze week zien en horen en doen. Dus, maar vandaag doen we het rustig aan. Zo, iedereen ligt te slapen. Niels is even naar een vriend toe. Er moest nog iets geklust worden of zo. Hey, succes, hoop dat je doet. Broodrommels. Jordi, 3 broodjes met boterhammenworst. En ik had bij de Albert Heijn mini speculaasbollen. Nou, ik heb ze geroken. Ze ruiken er al echt naar. Niet geproefd. Nou, toch bezig dan met fruit. Zullen we dat gelijk even doen. Dit zijn mini speculaasbollen. We gaan het even proeven. Ik heb ze gewoon bij de rozijnenbroodjes, zeg maar die mini rozijnenbroodjes, vandaan geplukt. Ze zien er zo uit. Dus ze ruiken er ook echt naar. Ze ruiken een beetje naar suikerbrood. Met kruidjes, zeg maar. Met kruidnoten. Nou ja. Ja. Smaakt naar Thai Thai poppen. Vind ik. Er zit ook wel, ik denk dat het amandelen zijn. Het zit er natuurlijk ook bovenop. Ja. Dat zijn amandelen. Joef, dat is gewoon vuurwerk. Hou op. Ik snap dat je die leuk vindt, maar stop. Smaakt een beetje naar, de smaak zijn is van de Thai Thai poppen. Wel lekker. Maar goed, deze eet ik zo wel op. Dan van Jordi is dus gezegd. Van Sam. 2 broodjes met boterhammenworst. Tuk tuks. Kom niet aan zijn tuk tuk, want hij maakt me af als ik het er niet in doe. Rozijntjes. Kom ook niet aan zijn kippengrillworst, want hij maakt me nog erger af. En ik heb er worteltjes bij. Dus dat heeft onze Sam. En ja, ik wil echt variëren, maar mijn kinderen willen ook. Liam. Die heeft 2 broodjes met boterhammenworst. Net als Sam. Worteltjes, rozijntjes. Alleen, Liam heeft een smeerkaasje bij, want dat doet hij op zijn tuk-tuk. Vindt hij leuk om te doen. Dus, dat zijn de broodrommels. Qua fruit heb ik mango aardbei voor Jordi. Alleen watermeloen voor Liam. Gelukkig zijn ze nog te koop. En voor Sam heb ik framboosjes, aardbeitjes en mandarijntje. Dat vindt Sam lekker. En dan krijgen ze nog banaantje bij. Dus ja, dan kijken ze maar wat ze op eten. Ja, zo. Maar goed, dat is dus wat ze krijgen. Morgen heb ik door. Ik heb gekregen straks net dat mijn opa morgen een hartcatheterisatie krijgt. Dotteren, weet ik het hoe je het noemt. Dus dat gaan ze morgen doen. Morgen gaan Niels en ik ook naar de keuken- en badkamer personen kijken. Hoe dat het moet gaan worden. Dus dat gaan we morgen ook doen. En voor de rest hebben we morgen niet zo heel erg veel spannende dingen op, op de planning staan. Dus ja, dat is... Dat. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer 1 uur. Wij zijn vanochtend op pad geweest. Kindjes naar school gebracht eerst. En toen zijn we op pad geweest naar de keukenboer. En de badkamerboer in 1, zeg maar.
grote koelkast in de kast. We hebben een grote vriezer in de kast. Grote oven. We hebben eigenlijk in principe alles wat we willen zit in die keuken. Qua ruimte, et cetera. De badkamer hebben we ook verder af ontworpen. Dat gaat deze zijn. En in principe, we hebben twee aparte wc's. Daar wordt dezelfde stijl als de badkamer. En we hebben een badkamer voor Jordi ontworpen. En de badkamer voor Jordi houdt in eigenlijk in principe alleen een douche. Want zindelijk worden, dat gaat hij niet doen. In principe hebben we dat zeg maar in dezelfde stijl als de badkamer ontworpen. Dus alle natte ruimtes, dus badkamer, wc's, worden allemaal in deze stijl. En, behalve de vloer van de badkamer van Jordi, die wordt ook de vloer van de rest van de benedenverdieping. En dat wordt ook in een grijs tint. Dus dit is wat we tot nu toe hebben ontworpen. En we gaan het zien hoe dat het zich verder uit gaat werken. Maar dan hebben jullie een sneak peek gehad in ieder geval. En toen waren we alweer thuis. We hebben nog heel even gauw wat boodschapjes gehaald. Ik ben nu even mijn wassen aan het doen. Ik had het allemaal wel aangezet voordat we gingen, maar kijk, ik loop achter met mijn was. Dat is gewoon echt niet zo. Dat heeft ook ermee te maken met hoe ik me voel en et cetera. En ja, ik zie echt wel alle comments met van, hè, ik mis de ouderwetse leuke vlogs. Die komen er ook echt wel weer aan. Maar op dit moment ben ik gewoon heel eventjes met te veel dingen bezig. Die mijn aandacht nodig hebben, ten eerste. Ook ben ik met mezelf bezig. En ik ben daar ook gewoon oprecht mee bezig. Zoals bijvoorbeeld donderdag ga ik bloed prikken. Staat mijn schildklier qua waardes wel oké. Heb ik wel voldoende vitamines, dat soort dingen allemaal. Ik ga het allemaal laten prikken. Dat zijn dus dingen die ik, waar ik wel oprecht mee bezig ben. Alleen ergens heb ik ook nog wel een bepaalde privacy. En ik vind het gewoon belangrijk dat ik gewoon eerst heel eventjes mezelf, Niels en de kinderen op één zet. Voordat ik überhaupt voordat ik überhaupt zorg dat een ander het fijn heeft, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk, dit is gewoon eigenlijk een beetje, ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Nou heb ik natuurlijk altijd die periodes. Maar ik heb wel met de huisarts besloten dat daar wel eventjes een bloedtest overheen moet komen. Dus schildklier, vitamines, et cetera. Dat wel allemaal eventjes gecheckt moet zijn. En daar ben ik ook mee bezig. Bovendien, mijn opa die heeft vandaag een hartcatheterisatie gehad. Dat is allemaal goed verlopen gelukkig. Ze hebben vernauwingen geconstateerd. Die goede man is gewoon 90, hè. En hij heeft nooit eigenlijk ergens iets aan gehad. Maar ze kwamen erachter dat er toch een flinke vernauwing zat. Dus ze hebben hem ook maar gelijk gedotterd. Ja, dat zijn dus dingen waar je momenteel dus tegenaan loopt. En mijn opa is toch wel echt mijn opaatje. En zo denkt natuurlijk ieder kleinkind. Maar ergens heb ik een speciale band met opa. En dat is iets tussen mij en mijn opa. Daar kan ik verder niet te veel over uitweiden. Ik zit daar ook gewoon heel erg over in dat hij in het ziekenhuis lag en dat het niet goed ging, et cetera, et cetera. Daarom ben ik daar zondag ook geweest, heb ik ook met hem gesproken. Ik heb hem ook zelf nog aan de telefoon gehad net. Hij heeft me opgebeld van, hey, het is allemaal goed gegaan, enzovoorts. Ik heb met hem afgesproken dat ik hem morgen even bel.
dit soort dingen, zeg maar, blijven dan ook in mijn hoofd zitten. Waardoor ik momenteel gewoon, ja, eventjes, ja, niet mezelf ben. De puff voor het vloggen is momenteel ook gewoon even niet weg, maar het is wel minder. Dus ja, ik heb gewoon te veel momenteel, heel eventjes, hè. En ja, het komt allemaal wel weer. En oprecht, het komt allemaal wel weer. Maar ik moet gewoon heel eventjes hier doorheen. En daarom ben ik ook van 2 keer in de week uploaden naar 1 keer in de week gegaan. En puur en alleen om mezelf even in bescherming te nemen. En dan kan ik ervoor kiezen om niet te uploaden. Maar dat is ook weer niet realistisch. Want ik ben wie ik ben. En ook dit hoort daarbij. Elke ouder, want ik ken bijna geen enkele ouder met of zonder kind met een beperking, die met zichzelf gewoon heel erg in de knoop zit. En in de knoop zitten bedoel ik dan bijvoorbeeld, ik heb continu pijn. Ik zit daar mee. Hier gaat dat rommelen. En dan heb ik ook nog eens de zorg van Jordi erbij. En ja, dat gaat ook niet allemaal van een leien dakje. Liam is ook hartstikke druk. En ja, die zit ook gewoon met zichzelf in de knoop. En ook daar ben ik druk mee bezig met dingen uitzoeken en uitvinden. En wat werkt wel voor hem, wat werkt niet voor hem. Ik heb natuurlijk thuisbegeleiding. Ik ben bezig met meerdere dingen. Dus dat is allemaal wat daar meespeelt. En Sam niet te vergeten, want ook Sam verdient aandacht. En ook Sam verdient de liefde. En die mag ik ook niet vergeten. Dus snap je dat? Maar in ieder geval, het komt wel weer. Maar ik moet heel eventjes voor mezelf eventjes de juiste klik weer vinden. En dat komt wel, maar dan moet heel eventjes tijd overheen gaan. Dus geef me alsjeblieft die tijd. Doe dat alsjeblieft. Komt allemaal goed. Ja, ik heb mijn was aanstaan. Ik ga weer naar beneden. Ga ik eventjes granalen uithalen, want Niels en ik eten aardappeltjes met boontjes en garnaaltjes. En de kinderen eten aardappelboontjes en kibbeling. Ik had kibbeling gehaald. Die doe ik dan in de airfryer. Dus dat is één ding wat ik dan weet dat ze eten. Dus dat is wat we eten. En morgen eten we lekker hutspot. Want ik had zo'n zin in hutspot. Ja, ja. 23 graden en mevrouw gaat hutspot eten. Een hele goeie. Beginmiddag is het. Ik heb mijn eten al klaar. We eten vandaag hutspot. Ik moet straks alleen nog heel eventjes het vlees doen. We eten er altijd speklapjes en rookworst bij. Nou weet ik dat er 2 van de 3 kinderen dit niet zullen eten. Dus ik heb altijd een boterhammetje op de achterhand daarvoor. Dus ja, maar dat heb ik in ieder geval alvast klaar. En wat er over is, ga lekker naar mijn opa toe. Die mag overigens vandaag lekker naar huis toe. Dus het gaat goed momenteel. Daar zijn we blij om met z'n allen. Dus dat is helemaal goed. En nu ben ik heel even een wasje aan het opvouwen. Zodat ik dat ook alweer klaar heb. Ik heb alweer nieuwe was aanstaan. Zodat ik even de vaatwassen uitruimen. En weer inruimen. Zodat dat ook alweer klaar staat voor als de kinderen thuis komen. Zodat ik gelijk een broodtrommels daarin kan doen. Dus ja, we doen het even rustig aan. Of ja, rustig aan. Ik ben wel altijd gewoon bezig. Maar niet, in ieder geval niet te druk maak ik mij. Dus dat is helemaal prima. Een hele goede middag. Ja, ik had niet meer gevlogd. Ik heb het veel te druk gehad, want ik moest even naar de pijnbank. Ik moest een paar boodschapjes halen. En daarna hadden we een gesprek over onze Liam. Wat de toekomst is, et cetera, et cetera. En hoe goed hij het doet op zijn schooltje. Daar zijn we nu mee klaar. We hebben de 2 etters ook alweer opgehaald. Dus we zijn iets eerder, iets eerder thuis dan normaal. Dus dat.
dan gaat Niels dadelijk Jordi ophalen. En dan moet ik ook nog bloed prikken. Dus dat gaat ook nog gebeuren. Steffi is geweest. Kindjes liggen nu op bed. En zoals jullie het horen, Jordi is er nog. We hebben net Jordi geholpen met buikmassage en laten poepen en dat soort dingen. Botox is nog niet compleet uitgewerkt, dat kan ik er niet van zeggen. Maar er is iets wat hem getriggerd heeft en heel veel buikpijn heeft bezorgd. Kan gebeuren, is helemaal niet erg. We weten dat dit gewoon zo is. Het is natuurlijk ook de tweede maand waarin Jordi zit en dan gaat langzaam alles naar beneden. Wat betreft buikpijn en alles, dus dan gaat alles weer bergafwaarts. En dan ja, binnenkort spreek ik toch weer het Radboud, dus kan ik dat ook weer aangeven. Maar voor nu, Jordi zit heel eventjes op een tablet te kijken. Eventjes acclimatiseren, want wat wij moeten doen bij hem, zeg maar, om hem te ontlasten, is niet geheel menselijk. Bovendien heeft hij een trauma aan zijn achterste. En dat wil je gewoon niet als ouder of kind zijnde, wat dat betreft. Maar voor nu, hij zit net een paar minuutjes, zit hij zo. Hij is nu wat rustiger, maar hij was me toch aan het schreeuwen en aan het doen. Ja, wat dat betreft is het gewoon een baby. Hij kan ons niet vertellen hoe en wat. Ja, we hadden in de gaten dat hij buikpijn had. Want ik voelde aan zijn buik en er kwam al gelijk een dikke vet scheet aan. Dus ik zei al tegen Niels, ik zeg, mijn vermoeden klopt wel. Dat de botox wat aan het uitwerken is. En dat is niet erg, dat is gewoon zo. Maar goed, ja, het is zoals het is. Ik ga gewoon hier eventjes brood maken en de aanrecht even opruimen, et cetera. En gewoon mijn ding doen. En je hoort hem zeuren, dus hij heeft nog steeds buikpijn. Dus dat is gewoon wat ik ga doen. En dan ga ik hem dadelijk wel weer verschonen en naar bed brengen. Een hele goede morgen. Ik heb de kinderen vanochtend naar school gebracht. En ik ben nu bezig met mijn trapkast uit te ruimen. Want die ga ik even opruimen. Want er zitten gewoon bende in. Kijk. Er zitten bende. Bende. Ja. Moet even gebeuren. Ik kan er niet meer tegen. Dus dat gaan we even doen. En dan is dit het resultaat van het opruimen. Het is weer netjes. Voor mijn doen in ieder geval. Ja, ik weet nou weer waar alles staat. Maar goed, ja, het is in ieder geval weer zover geregeld. Nou, het volgende projectje. Zo, ik heb mijn dagje er al wel weer op zitten. Ik heb straks Jordi eerder van school opgehaald. Ik ga eens gewoon liggen. Je hoeft niet allemaal rare dingen te doen. Ik heb Jordi straks van school opgehaald. Eerder. Want het kind heeft een hele rode kont en had buikpijn. En voor de mensen die al langer kijken, jullie weten wat dit betekent. De botox raakt uitgewerkt. Joef, hou op. Nee, je hoeft niet te likken. Je hebt weer iets gevreten wat je niet mocht. Ja, dat kan. Ga liggen. Ik zweer me onder de uitslag. Maar daar kunnen we op dit moment gewoon niks aan doen. Als in de gaten houden. Maar ze heeft weer iets gehad wat ze niet mocht. Dus ja. Maar ja, Jordi die zit dus tegen de uitwerking van de botox aan. We hebben hem gisteravond al geholpen. Want hij had echt veel buikpijn. Vandaag hebben we hem weer geholpen. We hebben hem ook langer in de douche laten zitten. Dus ik heb ook met hem gedoucht. Hij heeft langer gewoon lekker zijn kontje even laten luchten. En daarna goed ingesmeerd met Dr. Swaap. En dat is op dit moment wat we kunnen doen. We moeten het nog heel even aankijken, want hij moet eigenlijk nog een maand hiermee doen. Dus dat, en anders moet ik het Radboud gaan bellen en overleggen. Ja, dat is eigenlijk wat de situatie nu is.
Dit is ontzettend zwaar voor Jordi. Want dat betekent dat hij... Ja, het is niet meer de vrolijke Jordi. Dus dat betekent dat hij steeds meer pijn krijgt, et cetera. Dus ja, het zit er weer aan te komen. De rust is weer voorbij. Dus we gaan zien hoe het allemaal loopt. Ik ga nu mijn nagels doen. En even mijn verstand op iets anders zetten. Want op het moment dat bij Jordi de botox uitgewerkt raakt, krijg ik altijd al te zenuwen. Want ik weet wat dit betekent. Dus ja. Maar in ieder geval, ja, dat is het gewoon. En ja, we gaan het gewoon zien hoe het loopt. Een hele goede morgen. Ik heb al van alles gedaan vandaag. Ik heb al was aangezet. Ik heb al wat opgeruimd weer. Ik heb voor Joef gezorgd, want Joef heeft een dikke teen. Ja, we weten ook waardoor het komt. Ze heeft natuurlijk die huiduitslag. En gaat ze zitten lebberen lekker. Dus dat is ontstoken geraakt. Ik heb tegen Niels gezegd, je kan maar wat. Oh, is het stuk? Ja, de bus is stuk. Papa is aan het werk. Heeft een bus waar die aan het werk is. Dus kan papa maken? Ja, papa doet de bus maken. Ik zeg tegen Niels, je gaat maar naar een dierenarts. Dus hij heeft een dierenarts gebeld. En dan moet hij om 11 uur in Tilburg zijn. Dus daar gaat hij met Joefie heen. Ik vind het gewoon belangrijk dat het beestje geen pijn heeft. En het arme beestje loopt nu mank. En dat is sinds gisteren gekomen. Gisteravond zag ik ineens dat ze mank liep. En toen zag ik ineens die teen. En denk, oh mijn god, echt. Dus het beestje gaat vandaag naar de dierenarts. We gaan wel zien wat eruit komt. Verder ben ik gewoon dit en bezig geweest. Wat is er? Je bent gek. Ik hou ook van jou. Vandaag krijgen we ook bezoek. Ik kan alleen de namen niet noemen, dus jullie gaan ze vanzelf zien. Pando. Van wie is die? Pando. Van wie is die? Ja, die is van Sam. Goed zo. Ja, ik ga wel zien hoe het loopt allemaal. Pando. Oh, je hebt boven een haai, hè? Een haai heb jij. Maar dit is Pando. Pando. Oeh. We gaan net allemaal zien hoe het loopt. Ondertussen ben ik gewoon van alles hier aan het doen. Ik moest net even bij Liam gaan zitten, want Liam die... Ik dacht dat die vandaag naar ging. Dus ik zeg nee, we blijven thuis. Nee! Dus daarom zit ik nu op de bank. Ik ben ondertussen gewoon bezig met van alles. Ik ga zo weer verder. Niels is net bij de dierenarts geweest, is nu onderweg terug. Joefie heeft inderdaad een ontstoken teen. Ze krijgt antibiotica, allergieremmer. En over anderhalve week moeten we eventjes terugkomen als de antibiotica klaar is. Dat het gecontroleerd is. Nou, zoals jullie al hebben gezien, hebben we bezoek. Ja. En jullie weten natuurlijk wat dat betekent. In je uitzetten. Dus Liam gaat ook meedoen voor het eerst, maar die zit er doorheen te praten. Je hebt wel weer deze testen. Deze mag ik. En waarom mag ik? Kan je deze niet testen? Ja. Mag ik maar testen? Deze... Maar deze is aardbeien chocola met aardbeien.
En dat is deze komt uit Nederland. Ja. Leuk. Oh, die komt uit Duitsland. Okay. Deze komt ook uit Duitsland. Ja. Limited edition, ja, pools party. We hebben niet echt een pool party. Nee, ja, het is inwendige pool party. Inderdaad. Nou, we gaan het testen. Jij hebt de aardbei, jij ook niet? Ondertussen hebben we DJ Jordi die je vroosje aanzet. Even testen. Doe maar die van mij aan die Jan geven. Wat is Yummy? Ja? Ja, Liam keurt het goed. En jij? Wel, Liam. Er zit een knapper een stukje in. Doe een aardbei. Dat is wel heel erg toe. Ja. Ik denk met pure chocolade lekkerder. En deze is wel heel lekker. Nee, ik heb de rest van de rippel. Die is ook deze zo. Ja. Wel heel lekker. Op rentje, ja, nu dan moet er ook bij. Wacht, dan zet ik hem iets verder. Zo. Nou, waar doen we deze? Aardbei is er klaar. We zijn toch al met de aardbei bezig? Ja, wij doen samen, hè, Liam? Nee, wij doen samen. Ik kan nou toch nog een aardbei nemen. Ik heb nou nog één aardbei. Deze mag je er niet, want er zit wijsmeel in. Ja, zit er. Ja. Ja, dit is de aardbei. Ik heb geprobeerd deze in de gewone te zoeken, maar niet in de bus. Daar heb ik niet ook achter. Minder zoet als die. Mm-hmm. Maar ik vind die toch lekkerder. Ja. Ja, hè? Ja. Vind jij lekker? Nee. Vind jij lekker? Mag jij hebben. Kom maar op, eten. Ik vind dat zo echt zo lekker. Ja. Ja. Kun jij er mooi opeten? Maar die is minder lekker als die. Die is lekkerder. Ja. Daar heb ik wel moeite mee. Dat kan niet te pakken, want dan gaat het smelten. Ja, dat moet je niet doen. Niet handig. En voor Liam verstoppelen, want anders kan ik Liam in bed. Dit komt gewoon de koelkast. Ja. Dit is... Gaan we eerst naar de koelkast? Nee, eerst deze. Ik trouw deze het minste. Dit is witte chocola met citroen. Ik hou van citroen. Ja, deze mag geen meer, hè? Nee. Dat vind ik dan weer zo lullig. Ja, dat moet ik dan doen. Ja, maar ik zal kijken. Maar hier staat niks op, dus ik kan niet per chocolaatje lezen. Dat is waar ik dat flink heb gehad. Het staat niet duidelijk op de verpakking. We kunnen ook even een vroeg chocola maken met olie. Het is niet mijn ding. Liam, vind je lekker? Ja? Nee, het is een zoet citroen dingetje met een klein vuurtje. Ik hou alleen van zoet. Deze is niet mijn ding. Nee. Liam lust dat wel. Ja. Dat is wel lekker. Nou, de kokos. Dit is witte kokosvlees. Zal ik hem opproeven? Volgens mij vindt Sam het ook lekker. Ja. Sam vindt het goed. Ja. Vind je het lekker? Maar ik vind het al best. Ja, ik vind het helemaal prima. Het is met kokos. Lekker? Ja, deze vind ik wel lekker. Vind jij hem ook lekker, Liam? Ja, deze vind ik wel lekker. Alleen als het geen melkchocola was geweest, was het lekker. Als het geen boterbloem. Ja. Maar dan puur. Ik vind deze ook niet lekker. Beetje saai, dit. Ik vind, als ik echt mag eten, vind ik eerst de kokos. Dan de aardbei en dan de citroen. Eerst de aardbei, dan de kokos en dan de citroen. Ja. Smaken verschillen natuurlijk, hè? Sam vindt alles lekker, want die heeft alles al. Ja, Sam vindt alles top. Maar dat was dus onze proefgebeuren. Sessie. Ja.
Moet maar in het Duitsland doen. Ja, moeten we zoeken. Moeten we weer gaan zoeken. Maar dan kunnen we misschien andere van deze testen. Ja. En het wordt natuurlijk ook kerst. Ja, dan kunnen we weer kerst testen. Laatste. Dan is het klaar, hè? Dus ja. En dan gaan wij daar weer verder opruimen en poetsen. Oh. Zeg maar doei. 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 Doe een knopje drukken. Doe een knopje drukken. En toen waren Inge en de kinderen alweer naar huis. Ja. Ja. Ze hebben mij even heel goed geholpen, want ik kwam er even niet meer uit. En toen is Inge de rescue gekomen. Mm-hmm. Dus ik kwam weer eventjes vooruit. Moet hier nog een paar kleine dingetjes doen. En dan zijn we weer klaar. Kunnen we naar bed. Ja. Dus bij deze gaan we deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.